tijdje geleden had ik een heel gezellig gesprek met de wereldberoemde operazangeres Eva Maria Westbroek. Ze was aan het repeteren voor de opera Wozzeck. En bij een broodje in het restaurant van de Nationale Opera sprak ik haar. Die opera is overigens nu al lang weer weg. We hadden echt zo'n meisjesachtig gesprek over dik zijn, afvallen. Maar eerst vroeg ik haar, zou je niet ooit eens wat anders willen dan dat eeuwige zingen? Wil je niet eens gewoon iets bedenken? Iets regisseren? Ik wil gewoon alleen maar zingen. Nee, ik vind zingen leuk. Ik hoop dat ik ook heel lang door kan gaan. Niet te oud wordt. Is dat ik vind het veel te leuk, ja. Hoe oud ben je? 46. Wat is dat voor soort leeftijd in jouw vak? Ik weet het niet. Ik bedoel, het is tegenwoordig. Ja, je bent natuurlijk afhankelijk van je lichaam. Of je stem. Of je bijvoorbeeld last krijgt van de menopauze. Dat weet je niet. En dan kunnen stemmen, vrouwenstemmen kunnen gaan raar gaan doen. Dat weet je allemaal niet. Nee. En of je stemmen echt achteruit gaat. Of je fysiek. Je moet echt heel goed in conditie blijven. Dus je moet er. Als je lang wil blijven zingen. En je moet gevraagd blijven. Mensen moeten nog steeds je willen horen en zien. En moet je daar ook iets voor doen? Moet je je eigen merk steeds blijven verdedigen? Ja, dat doe ik dus niet. Ik denk het enige wat je. Ik vind dat merk, dat vind ik zoiets zieligs. Iedereen moet een merk zijn tegenwoordig. Ja, dat vind ik ongelooflijk depressief. Dus daar wil ik gewoon niet aan meedoen. Wat ik wel denk is. Dat je gewoon vooral. Zo goed mogelijk moet zingen en acteren en gewoon leuk proberen een goede sfeer te brengen, dat je geen trut bent, weet je wel, dat je meewerkt. Wat is een trut? Wanneer ben je een trut? Ja, of die mensen die overal ruzie schoppen, weet je wel, die heb je ook. En dan word je ook niet meer overal. Want daar hebben mensen ook geen zin meer in. En iets heel anders, zorg je goed voor jezelf? Ik doe het wel, want ik merk het gelijk. Maar ik vind het, er kan altijd meer. Maar je merkt het gelijk aan je stem. Als je dus te moe bent of te veel stress hebt, of, weet je wel, dat merk je allemaal. Je moet uitgerust zijn, je geest moet uitgerust zijn. Je bent wel heel, je ziet er wel ongelooflijk goed uit. Nou, ik ben net heel veel afgevallen, dus dat scheelt. Je bent heel erg afgevallen? Ja, want ik was best wel dik geworden. Dus, van gewoon slordig eten? Ja, en altijd maar laat. En ik had een of ander vitamine D tekort. En dan denk je de hele tijd, ik heb geen energie, dus dan ga je heel veel eten. En dus toen was ik echt erop. En Wagner zingen, ga ik altijd heel veel bier drinken. Dat is het enige. Wagner associeer ik ook wel met een beetje vol, een beetje stevig. Ja, nou, dat is allemaal gewoon omdat iedereen zo moe ervan wordt, dat je het enige wat je wil is op je bed liggen of bier drinken. Dus je doet of het een of het ander. Als je zo... En dat is speciaal bij Wagner. Ja, want dat is uitputtend. Uitputtend. Die lengte van die opera. Dus bier drinken, alles in je mond proppen. Ja, dat doe je. Ben je mee opgehouden? Ja, opgehouden met bier drinken. Want dat vind ik nog wel het moeilijkste. Dat vind ik onwijs lekker. En wat heb je gedaan? Wat doe je? Wat is jouw tip? Ik heb een fantastisch jaar via. Ik dacht ik ga dat nooit doen. Maar ik heb het toch gedaan. Ik ben 15 kilo afgevallen. Maar het is dus met supplementen erbij. Daar was ik altijd heel bang voor. Maar het zijn natuurlijk supplementen uit voedingsmiddelen. Heeft die man mij allemaal uitgelegd. En dat is met een diëtist en dat heet New Energy. En ik ben bijna 15 kilo afgevallen. Zonder al te veel? Nou, je mag helemaal geen suiker bijvoorbeeld. En helemaal geen bepaald soort, geen aardappelen, geen weet ik veel. Want ik zag je wel met crackers en een blaadje en een. Ja, ik eet dus ook bijna geen brood. Weinig, en wel crackers. Hoe lang heb je dat nu volgen? 4,5 maand. En het gaat door? Ik ga nog even door, tot ik doorzichtig ben. Doorzichtig, dat is nog 50 kilo eraf? Ja, nee, ik wil gewoon nog 5 kilo. Ook voor mijn gezondheid, weet je wel. Voelt het lekkerder? Veel! Veel, heb je dat zelf ook niet? Nou, zeker. Oh, die moeheid en dat sloma. En ik heb weer een soort veer in mijn stap. Ja. Goed.
Zometeen ga je weer zingen? Ja. Moet je daar nu nog over nadenken? Ja, ik ga nu bij 5 minuten ga ik weer koffie halen en dan ga ik me helemaal inzingen opnieuw. Helemaal focussen. Gaan wij nog een selfie maken? Ja, gaan we ook nog doen. Dankjewel. Hartstikke leuk.